staan voor een moeilijke opdracht. 24 uur roeien, jongens. Hoe kom je er zo bij? Ja, dat was eigenlijk een beetje voor de zomervakantie ooit bedacht. We dachten, oké, we ergometer soms wel. Het is een beetje een stom apparaat. Wat nou als we dat dan 24 uur lang gaan doen? Een beetje voor de uitdaging. En toen dachten we op een gegeven moment, we kunnen ook een mooi goed doel bij betrekken. Zodat we het ook niet voor niks doen, want dat zou natuurlijk ook weer zonde zijn. Welk doel vonden jullie? We zijn voor Twente tegen kanker gegaan en dat is eigenlijk van, we zochten iets wat lokaler was. En wat ook wat meer, meerdere van onze leden die hebben gewoon familieleden verloren aan kanker. En die weten dus ook gewoon van die geluksmomenten zijn heel belangrijk. En Twente tegen kanker is een stichting die daar zich voor inzet. Waar kijken jullie het meest tegen op? Zo start eigenlijk. Ja, het is gewoon jij tegen de machine. En dat is gewoon helemaal niet leuk. Het is vooral niet leuk dat je eigenlijk veel meer kan dan je denkt. Dus als het pijn begint te doen, dan moet je eigenlijk nog wel weer doorgaan. Dus ja, ik heb eigenlijk, vooral de avondshift. Vooral de nacht. Ja, vooral de nacht. Ik kijk niet uit naar de nacht. En ik dacht dat ik om 11 uur 's ochtends weer moest beginnen. Maar ik hoorde net dat het 10 uur 's ochtends was. Dus ik heb een uurtje minder slaap ook nog. Wat doe je dan met slaap? Ik heb nog best wel getroffen. Ik heb mijn laatste shift om 2 uur en dan mag ik om 2 uur 's middags weer. Dus ja, ik kan nog een beetje uitslapen. Ik mag zo een uurtje en dan kan ik een paar uur slapen en dan moet ik hier om 5 uur, 6 uur weer zijn. En dan 's middags of een beetje in het begin van de ochtend ook nog een uurtje slaap pakken en dan kom ik weer terug. Jongens, jullie hebben het overleefd. Ja, zeg dat wel. Maar wel net hoor. Net overleefd inderdaad, ja net. Nou, hoe was het, 24 uur? Nou, ik moet zeggen, ik heb het van tevoren overschat. Het ging eigenlijk nog best goed. We konden echt prima hard gaan eigenlijk. Dus, ik heb niet geslapen, dus ik vind het best wel zwaar allemaal. Ik ga straks lekker naar huis, ga ik lekker mijn bedje liggen. Ja, ik denk wel dat je 2 dagen kan slapen, of niet? Zeker, ik heb een dag vrijgenomen hierna. Heb je geen moeilijke moment? Wat is het moeilijkste moment als je zeg maar die diep in de nacht bezig bent? Of... Ja, ik was op een gegeven moment, ik had dus 4 blokken voor een uur en dan uiteindelijk dat 3e blok om 2 uur 's nachts, dat is toch niet, toch wel even taai. Heb je vermoeidheid echt op de machine ook gehad? Ja, echt wel hoor. Ik denk dat Tristan net zo dat ook heeft gehad. Ja, je ziet de tijden langzaam omhoog gaan en je denkt bij de eerste blok denk je, dan gaan we soepel en dan begint de tweede en dan zakt het in elkaar meteen. Jullie hadden goede support aan elkaar. Ja, zeker. En ook van de mensen om ons heen. Want jullie zagen het laatste uurtje, kwam er heel erg naartoe. Maar het blijft ook een studentinitiatief. Op een gegeven moment 2:30 s'avonds, dat mensen uit de stad kwamen en toch wel even hier kwamen aanmoedigen. Dus dat was wel leuk. Precies, die steun is geweldig. En ook online natuurlijk. Ja. Ook heel veel steun. Ja. En dan, dineros. Hoeveel heb je opgehaald? Volgens mij, ik heb net een uur geleden gekeken, toen zaten we op 7000 euro. 7000? Ja. Zo. Ja. Oké, dan hebben we dus in het laatste uurtje nog even 700 euro erbij gekregen. Ja, dank je. We kijken nog even waar het schip strandt. 7000! Oké, ja, top. Ja, leuk. Een beetje verbaasd eigenlijk, ja. Ja, trots op wat jullie gedaan hebben. Ja, echt wel. Dit is echt boven de verwachtingen uitgekomen hoor. Dat is echt knap. Heel trots, heel trots. Ik vond namelijk al een prestatie op zich als we het konden voltooien. Maar ook nog eens met dit geldbedrag, hoe hard we ook zijn gegaan. We zijn ook 380 kilometer afgelegd, virtueel dan. Ja, beter konden we eigenlijk niet verwachten. Hoeveel kilometer? 380. Ja, ik ben een beetje hees. Maar... En dan volg jij gewoon weer? Daar komen we volgend jaar op terug. Dan moeten we wel even nog even meer uitdaging eruit halen. Een nieuwe uitdaging, denk ik. En daarvoor hebben wij opgehaald... 7.054 euro. Nee!